Ik sta hier met Michiel Brouwer, de nieuwe uitbater van restaurant Wolversveen. En Michiel, even één vraag. Wanneer gaan jullie hier weer open? We willen in oktober buurt maken. Dus de buren uit de omgeving hier aan de hand geven. En kennis laten maken met wie wij zijn en wat we gaan doen. En vervolgens willen we in november open gaan. Ja. En wat voor soort restaurant willen jullie hier gaan voeren? Ja, we willen eigenlijk graag een Europese keuken. En wat hier geweest is, blijkt dat mensen dat heel fijn vonden. Dus Nederlands-Franse keuken werd hier gevoerd. En wij willen eigenlijk door op het gevoel van regionaal en producten, wildproducten op de kaart. En gezond en met weinig verspilling. Wel genoeg op het bord. En dat mensen eigenlijk van binnen gastvrij ontvangen worden en ook van buiten. Ja. En nou is hier achter ook nog een ruimte, dat is van Arx Architecten, van Arx Labs. Ja. En gaan jullie ook nog iets doen qua samenwerking? Ja, zo is het eigenlijk ook ontstaan. Hè. Ik ken Alfonso Wolbert en Yvonne Wolbert vanuit de bouwwereld. Behalve dat onze kinderen studievrienden zijn, ken ik het bedrijf ook heel goed. Het is een bedrijf dat gaat voor kwaliteit. En hierachter gaan we zaken bundelen. Gaan we eigenlijk het horeca gedeelte koppelen aan zakelijk netwerken. En kennis delen en op het gebied van innovatieve ontwikkelingen in de sector. Ja. En dat is natuurlijk ook aardig met mijn achtergrond in de bouwwereld. Ja. Nou is de bedoeling dat ik maandelijks hier een filmpje ga maken met jou. Ja. Over de voortgang zeg maar eventjes bespreken op video. Dus ik zie jou graag volgende maand weer terug en dan ben ik benieuwd hoe ver jullie zijn. Dankjewel, heel graag. Ja, dankjewel. Oké.